De ruimte waar we op dit moment zijn is een van mijn meest favoriete ruimtes. Dit is de voormalige burgemeester- en wethouderskamer. Maar hij is omgedoopt tot de Schotse Kamer als eerbetoon aan de Schotten die in 1944 Vught hebben bevrijd van de Duitsers. Zoals u hier ook op deze wand kunt zien, prachtige foto's van een intocht of optocht die wij met de laatst levende Schotten hebben gehouden in 1994. Vught was massaal uitgelopen om hen ook te bedanken. En ook wat heel bijzonder is, achter mij is dit prachtige raam. Dit is vervaardigd in 1994 door de bekende kunstenaar Marius de Leeuw. En wat dit raam zo bijzonder maakt, naast het feit dat het een eerbetoon is aan de Schotten die ons bevrijd hebben, is dat de Vughtse inwoners destijds voor de totstandkoming van het raam, allemaal een stukje glas konden kopen. En daarmee is dit raam dus ook gefinancierd en hebben de Vughtenaar ook met elkaar dit raam dus betaald. En dat past weer heel mooi in de traditie van dit gebouw, want toen dit moest omgebouwd worden van woonhuis naar raadhuis, hebben ook de Vughtse inwoners samen met de familie van Beuningen beetje bij elkaar gelegd om dit ook te kunnen betalen. Dus dit is echt een pand door de tijd heen van, voor en door Vughtenaren.